Ooit is in de gemeenteraad met betrekking tot de achterstand van de statushouders een motie aangenomen. Het heeft gezegd van ja, we proberen die dat uit te stellen. Nou, op een gegeven moment is gezegd dat gaat niet. Dus hebben we eigenlijk een achterstand daardoor opgelopen. Eind vorig jaar was het een forse achterstand. Maar ik ben heel blij dat we die achterstand nu een paar maanden later nagenoeg hebben kunnen inlopen met de huisvesting van de statushouders. Hoe is het opgelost? Nou, een heel groot gedeelte heeft zich hier achter mij weten te huisvesten in Lars. Ook een groot compliment aan Centrada natuurlijk, die ook met man en macht dit hier achter mij hebben weten te realiseren. En aan de andere kant gebeurt dat straks ook met Lily. Dat is ook een van de oplossingsrichtingen voor de taakstelling die we nog hebben. We moeten nog zo'n 110 statushouders huisvesten, waarvan ongeveer de helft ook hier gehuisvest kan worden. Ik denk dat het ongelooflijk goed is. Mooi op Campus Zuid, dicht bij de stad. Het is een hele fijne plek om te gaan wonen straks. De gemeente heeft met het onderdak hier bij Lars 81 van de 89 vergunninghouders gehuisvest. Elsa Kalai verwacht dat voor de overige 8 ook snel onderdak gevonden zal worden. Het is wel de intentie dat wij de volledige achterstand kunnen inlopen. Deels dus hier, deels via centrale rondom de urgentieregeling. En zo zijn er andere plekken in de stad waar we die achterstand volledig kunnen inlopen in dit jaar. Eerder is door de gemeente al voorgesteld om in plaats van extra huizen te regelen, te zorgen voor gezinshereniging. Je kan dan meters maken en het probleem van huisvesting voor statushouders sneller oplossen. Gezinshereniging is een van de onderwerpen uiteraard. En die zullen met name plaatsvinden binnen de andere sociale woningen die Centrada aanbiedt. Zorgt dat dan niet voor een aanzuigende werking, zoals je ook wel hoort zeggen? Nou, een aanzuigende werking, het is natuurlijk een landelijke taakstelling die verdeeld wordt over de gemeente. Nou, de gemeente Lelystad moet ook zijn deel leveren. Nou, samen met de provincie die daar natuurlijk toezicht op houdt. De provincie is overigens ook tevreden met onze voortgang. Daar ben ik natuurlijk als wethouder heel erg blij mee. Dus ja, we gaan wat dat betreft goed door. En dat Lelystad onder toezicht blijft staan van de provincie vindt Elsa Kalai gezien de goede ontwikkeling geen probleem. Nou, het laatste overleg wat ik met de gedeputeerden heb gehad, zaten we in rood. Ze hebben inmiddels teruggezakt naar oranje, dus bijna op naar groen zou ik haast willen zeggen.